YouTube weekje vlogs, alleen dat we een weekend gaan. We hebben een nieuw paard mee. Lekker weer, jongens. Ja, was heerlijk. Echt genoten. Maar we zijn echt doorweekt. Dit is eigenlijk een beetje hetzelfde idee zoals vroeger. We hebben alleen maar pech op pech op pech op pech. Nou, hebben we naar ons zin, jongens. Deze komt bij jullie vandaan. Wij zijn aangekomen bij Kaveloenik. Hoi allemaal, leuk dat jullie hier kijken naar een nieuwe vlog. Het is weer tijd voor een soort van YouTube weekje vlogs, alleen dat we een weekend gaan. En we zijn dus op een andere locatie. We zijn namelijk bij Boksheide Buiten in Eersel op uitnodiging gekomen. Dus super leuk dat we hier mogen zijn. Ik ben hier een aantal maanden geleden ook al geweest. Toen heb ik ook even een korte rondleiding gegeven aan jullie. Dus nou, mocht je echt een wat meer uitgebreide rondleiding, ik zeg korte rondleiding, maar het was een wat meer uitgebreide rondleiding, willen zien, dan moet je die vlog eventjes kijken. Maar wij zijn dus aangekomen. Mijn auto en mijn trailer staan hier. Zuster auto en de trailer. Luna is met het vrachtwagentje. En die is nu even Lotte ophalen, want die had last minute geen vervoer. Dus die is heel lief Lotte ook nog eventjes ophalen. En het is heel slecht weer helaas. Het is heel dik in het regen. We moeten echt een beetje tussen de buien doorrijden. Dus dat is heel erg jammer. Dit is ons huisje. Die wordt nog even klaargemaakt. Want we zouden eigenlijk dit huisje hebben. Maar alle huisjes staan leeg deze dagen. Dus toen zeiden we, als we dat huisje mogen krijgen, dan zou dat top zijn. Want er is net wat meer ruimte. Want we zijn natuurlijk wel met z'n zessen. En we komen, een paar meiden komen ook nog een paar dagjes langs. We hebben daar een stalletje. We hebben daar onze spulletjes staan. Hier zijn Isa en Sus. Hi. Hi. En daar zijn dus ook nog drie stallen. Daar staan dan Notch, Cookie en Fons gaan daar op stal. En die Spriet gaat waarschijnlijk daar. En dan hebben we dus de paarden hier zo staan. En Notch die staat nu even nog apart in een paddockje. Want die willen we eigenlijk straks met Fons misschien samenzetten als dat goed gaat. En Cookie en Chef staan samen. Alleen, het is een beetje issues onderling. Dus we gaan straks even misschien een beetje van plekje veranderen. Want aan de ene kant wil Cookie spelen met Notch. Maar aan de andere kant wil die ook Chef een soort van beschermen. Dus het is even een beetje haatliefde hier zo. Maar kijk, je hebt dus eigenlijk 6 paddokjes die apart van elkaar zijn. Maar je kan dus de draden onderling, dan blijven wel de palen staan, kan je weghalen. Dus zo kan je dan de paddokjes groter maken, zodat ze samen kunnen. Nou, Luna heeft die van haar 2, want ze heeft er 2 meegenomen. Spietje en Red Bull. Hey, die kennen de kijkers nog niet. We hebben een nieuw paard mee. Dit is haar bijna 3-jarige paard. Dus die is gewoon echt puur voor de gezelligheid mee. He, voor de ervaring. Ja. En nou, dan is hier het laatste paddockje. En dan heb je hier dus wel heel, normaal gesproken heel veel weiland. En een soort paddock paradise idee. Waar je gebruik van mag maken. Maar ja, jullie weten het. Heel veel geregend afgelopen tijd. Dus ook hier zijn de weilanden nat. Dus we mogen ze helaas niet loslaten op de wei. We mogen ze wel aan de hand grazen, maar helaas niet loslaten op de wei. Dus dat is wel heel erg jammer, want we hadden eigenlijk wel een beetje op gehoopt dat het hier in Brabant gewoon droog zou zijn. Maar dat is het niet. Nee, het is vies weer. Het is vies weer, inderdaad. En Notch, we hebben lekker gerold al, hè? Nou, het is wel tof als hier gewoon automatische waterbakken. Daar zo hangt normaal gesproken een hooinet. Daar hadden ze nu even een leuk zo'n cilindertje met van die gaten erin. En wat hooi en worteltjes had ze daar gedaan, een soort welkomstsnackje. En normaal gesproken gaan dus de mensen die aankomen gewoon eerst op buitenrit. Want de huisjes gaan officieel pas om 4 uur open. Maar je mag met je paard vanaf 2 uur komen, zodat je gewoon ook nog even lekker op buitenrit kan gaan. En als je dan terugkomt van buitenrit, dan kan je lekker het huisje in. En als wij dan op buitenrit zijn, dan gaat zij dus de hooi net in de paddocks ophangen en de stalletje helemaal klaarmaken. Want Alexandra, de eigenares van dit terrein, die regelt dus alles. Hè? Want die zegt, ja, jullie zijn op vakantie, dus ik wil jullie volledig ontzorgen. Dus zij mest de stallen uit, ze mest de paddocks uit. Ze vult de hooi net en zo, dus je hoeft echt heel raar. Ik zeg, we blijven paarden, mensen. Wij willen ook heel graag zelf dingen doen. Maar best een luxe zo. Nou, wij gaan denk ik even wachten tot het regent nu al een beetje hard. Totdat het een beetje wat minder is geworden. En dan gaan Isa en ik met Notch en Cookie een klein buitenritje van een uurtje maken. Want Suus is normaal gesproken met Edessa. Maar Edessa die heeft echt blessure na blessure na blessure. Die gaat waarschijnlijk een soort van met vervroegd pensioen. En die mag eigenlijk op dit moment alleen maar stapritjes maken. En ze heeft natuurlijk nu Chef mee, dat is haar haflinger. En die is net zadelbak. Dus die gaat net zoals met Red Bull, gaat die gewoon voor de ervaring mee. En nou ja, Fons en Lotte, die kunnen natuurlijk straks wel mee op buitenrit. En Luna en Spriet. Maar goed, Luna is dus Lotte ophalen. Dus die zijn pas vanavond weer terug.
Omdat dat dus last minute op deze manier moest. Dus daarom gaan wij vandaag waarschijnlijk maar met z'n tweetjes op buitenrit. Wij hebben heel even Notch en Koekje op stal gezet. Want het blijft maar regenen. Anders kan je ze hier aan vastzetten of daar aan vastzetten. Lekker weer, jongens. Ja. Ik vind het niet erg dat ik niet hoef te rijden. Nee, normaal gesproken zou ik ook echt niet gaan rijden. Want ik ben een mooi weerruiter. Maar ja, nu zijn we hier, dus dat moet wel. Ik zei in de auto nog tegen Sus van... Ik vind het niet zo heel aantrekkelijk om dit te gaan rijden. Nee, jij zei echt zo heel resoluut, paardrijden moet een hobby zijn, maar niet rijden. Oh. Ja, goed, we gaan maar een klein rondje, jongens. 8 kilometer, moeten we binnen het uur kunnen doen. Oh, wow. I was quietly protective, but my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. Ja, ik snap het niet. Het pad houdt hier op. Oh. Ja. Kom maar. Kom maar, Natchie. Ja, maar Koek gaat ook niet. Kom maar. Kom, goed zo. Braaf. Loop maar. Ja, we moeten hier echt... Kom. Goed zo. Super. Ga maar kijken. Ja. Ga maar kijken. Goed zo. Goed zo. Nee. Ga niet omdraaien. We moeten echt daarheen. Dat mocht niet, hè. Sorry. Kom. Goed zo. Ga maar. Ja, goed zo. Goed zo. Je durft het wel. Je durft het wel. Je durft het wel. Ga maar. Ga maar, Jochie. Kom. Ja. Goed zo. Doe maar. Goed. Ja, goed zo. Braaf. Ja. Goed, hè? Ik denk dat ze hier makkelijker doorheen lopen als ze niet langs kunnen. Kom maar. Goed zo. Super, jongen. Kom, kruis je knop. Goed zo. Heel braaf. Oh, is het? Dat werd echt diep. Goed zo, jongen. Nou, wij hebben gezond. Ja. Als je wil galopperen, ga maar, hoor. Dan blijf achter je. Wij zijn terug. Ja, was heerlijk. Echt genoten.
maar we zijn echt doorweekt. Dus Isa is sowieso doorweekt. Deze Joost heeft volgens mij best wel goed de regen tegengehouden. Ik ben hieronder aardig droog. Rasje is ook helemaal doorweekt. Ik heb hem lekker afgezadeld op de wapenstok. En hem eten gegeven, want we gaan hem helemaal volproppen deze dagen. Hè, mopje? Lekker. Oh. Kijk, het is echt al de zesde keer dat hij tegen mijn hoofd aanbotst. Oh ja, jouw jas was niet helemaal waterdicht. Je ziet gewoon, dit is zeg maar de echte kleur. Zie je hoe nat ik ben? Nou. Ik ben gewoon mooi. Nou, doe maar zo. Doe maar zo. Ik ben volgens mij helemaal niet nat hieronder. Echt top. Maar goed. Kwam er wel wat? Ja, denk het wel hoor. De Buco's therapie die ik heb, die is niet waterdicht. Dus dat schiet niet echt op, want ik heb geen andere deken bij me. Ja, alleen zweetdeken. En het blijft regenen deze dagen. Dus ik moet nog even kijken. Maar goed, ik laat Nartje lekker, het is al 6:30 of zo. Wij gaan, oh no! Zullen we het even niet gaan doen? Wij gaan straks uit eten. Dus ik laat hem lekker op stal staan, de rest. Want ik, ja, het heeft echt nu geen zin meer om hem in de regen te gaan zetten. Wacht, die lekker, ik ga hem even een zweetdekje opdoen, stal opdrogen. En dan doe ik hem vanavond een dekentje wel weer op. En dan mag hij hier lekker gaan slapen. Ik dacht, ik geef even een huistour, maar mijn camera is er niet mee eens. Nou, we moeten het hier eventjes mee doen. Het is nog steeds een beetje wazig, maar jullie kunnen er vast doorheen kijken. Wij hebben dus het grote huisje voor 8 personen volgens mij. Je hebt dus die 2 huisjes, dat is wel echt meer een huiselijk huisje. Dus als jij van plan bent echt veel in je huisje te zitten, dan zou ik die kiezen. Dit is meer een beetje een feest... Bodykamphuis, een feesthuis. Maar boven, je... ik vind de boven wel gezellig. Ja. Hier is gewoon 1 grote ruimte, een grote tafel, een grote koelkast, bank, alles. Dan heb je daar zo de douches en de toiletten. Dus hier is het nu al echt een beetje een zooitje. Maar goed, we hebben onze spullen ook nog niet echt uitgepakt. En dan loop je dus... Ja, we hebben al onze bed al geklemd. Dan loop je dus hier naar boven. Suus heeft net al boodschappen gedaan, dus daar ligt wat hiervan. Nou, hier heb je een tv'tje, 2 kleine tafeltjes en dus een keukentje. Dus dat is helemaal lekker. En dan heb je hier dus een soort slaapzaal. En dat vonden wij fantastisch, want de allereerste userbeekjes waren natuurlijk in dat barretje bij jullie. Dus liepen daar op zolder. Op zolder met allemaal luchtbedden en zo. Dus dit is eigenlijk een beetje hetzelfde idee zoals vroeger. Volgens mij heeft Isa... Dit was mijn bed toegewezen door mijn boek erop. Oh ja. Duidelijk. Maar helemaal cute. Beddengoed zit erbij. Handdoeken, kijk hoe schattig met die snoepjes ook. Helemaal leuk. En je kijkt dus uit op de paarden hier. Want Nars die staat daar zo. Stalletje, koekje. Alleen ze kunnen vanaf deze kant niet naar buiten kijken. Dus dat is het. Maar aan de andere kant wel. Dus dat is natuurlijk echt heel erg leuk dat je zo naar je paardjes kan kijken. En ik vind het helemaal cute hier. Isis even douchen. Ik ga daarna even douchen. Ja, ik heb mijn verzwaringsdeken meegenomen. Lekker. Voor de zekerheid mijn verzwaringsdeken en mijn eigen kussen. Want anders ben ik bang dat ik echt niet ga slapen deze dagen. Dan ga ik even douchen. En ik hoorde dat het uit eten verplaatst is naar 7:30. Is dat omdat die 2 sowieso echt veel te laat gaan komen? En Lotte stond op de vluchtstrook of zo? Ja, dat heb ik ook niet. Ik heb mijn telefoon nog niet aangeraakt. Want wij zijn ook niet echt de route gegaan die we hebben gepland. Maar het regent ook zo hard. Het regent echt veel harder dan het plek. Dus elke keer als ik mijn telefoon erbij wilde pakken om te kijken waar we waren. En als er een regendruppel opviel, dan deed hij natuurlijk weer hele andere dingen. Dus ik kon echt niks met mijn telefoon. Dus ik zei gewoon hier ergens naar rechts. Dus op het einde zo, nu moet ik wel echt even kijken waar we heen moeten. Maar 3 keer naar rechts en dan kom je weer thuis. Ja, dat is uiteindelijk goed gekomen. Maar nee, zij kwamen pas om 7:50 hier aan. Oh. Maar ja, voordat ze dan fonds hebben uitgeladen en zo. Hoe ver is het restaurant van hier, weet je dat? Maar het is wel een eerste dus ik denk max 10 minuten. Oh, oké. Okay, nou ja. En anders bestellen we inderdaad alvast voorgerechtjes voor hun, toch? Oké, nou, Isis is dus nu douchen. Ik ga straks even douchen, want hier moet ik even iets van maken. En dan gaan we lekker uit eten. Het is ondertussen avond. Wij zijn dus lekker uit eten geweest. Ik kwam echt veel te laat aan. Alle paarden staan veilig hier. We hebben er 4 op stal staan en 2 blijven s'nachts buiten. We hebben even buurmannen gewisseld. Dus Nartje is heel even confused. Maar de rest van het weekend blijft Fons een buurman. Want we gaan ook kijken of Nartje samen met Fons in de paddock kan staan. Zodat hij een vriendje heeft. Omdat Fons ook heel erg speels is. Dus Nartje heeft lekker te eten. Ze hebben lekker zoutblokje daar zo. En je kan dus die luikjes open doen. Ik heb hem van vannacht even dicht. Hooi netje. Ik heb nog wat hooi op de grond. En daar is natuurlijk een automatische waterbak. Dus wij gaan lekker naar binnen toe. En we hadden het idee om een spelletjesavond te doen. Maar het is al 10:15 zoiets. Dus ik
Ik kan me ook voorstellen dat we gewoon allemaal lekker naar bed toe gaan. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Is. Oh jongens, ik ga niet voor jullie liegen. Het was een vreselijke nacht. Niet omdat we slecht hebben geslapen of zo. Maar er zijn natuurlijk hier 4 stallen. Eentje daar, 3 daar. Sprietje hadden we dus daarin gezet. Nou, dat ging eigenlijk best wel goed. En Alexandra heeft, de eigenaresse, heeft bij haar huis ook nog 2 stallen. Dus mochten er echt grotere groepen zijn. En iedereen moet op stal. Dan kun je dus bij haar ook nog die stallen gebruiken. Maar wij hadden zoiets, we kunnen er wel 2 s'nachts buiten blijven. Nou, op een gegeven moment, rond 1:30 of zo, toen hoorden we Spriet in één keer heel erg stampen. Want het is natuurlijk naast ons huisje, dus dat hoor je heel erg. Dus toen ging Luna toch nog eventjes kijken. En wat bleek, haar andere paard, Red Bull, was door de draden in de paddock gegaan. Dus dat was natuurlijk echt super kut midden in de nacht. Waardoor we gewoon best wel even moesten schakelen qua oplossingen en qua wat mogelijk was, wel en niet. En welk paard dan waar kwam te staan. En ik ga je straks laten zien wat er gaande is. Waardoor we daar echt best wel lang mee bezig waren midden in de nacht. Dus we hebben niet de beste nacht gehad. Maar goed, het is allemaal geregeld. Alle paarden zijn heel en de paddocks zijn weer gefixt. Paarden staan weer lekker buiten. Het heeft vanochtend echt, we hebben alleen maar pech op pech op pech op pech. Vanochtend heeft het een uur lang bijna gehageld. Echt ziek hard. Nou, een uur is overdreven. Een half uur. Echt ziek hard gehageld. En we hadden dus Narts op een gegeven moment in dat stalletje staan. In zijn eentje. Dat ging op zich ook wel goed. Maar door die hagelstenen maakte dat zoveel lawaai. Dat hij daar heel erg van in de stress raakte. Dus toen heb ik hem even in de longeercirkel gezet. En nu hebben we Fons er dus bij gezet. Want die twee zijn allebei heel erg speels. Oh, lekker in het water spelen, Fonsje. Kijk nou. Ze zijn heel erg speels allebei. Ze zitten elkaar alleen maar... kijk, er komt hele stoom van hem af. Maar dat komt omdat ze net in de hagelbui hebben gestaan. En nu de volle zon erop staat. Oh, maar ze zijn zo schattig. Ze zijn de hele tijd aan het spelen samen. Dus we laten ze even lekker de energie eruit spelen. En dan gaan wij straks op buitenrit. Hey, Nudge. Zodat we ook daarvan de energie er even nog uit kunnen doen. Hi, liefie. Wat een nacht, hè, schatje. Wat een nacht, ja. En deze staan nu allemaal lekker hondjes rustig te eten. Dus dat is natuurlijk ook super fijn. Dus we moeten gewoon echt even schakelen qua hoe we dit allemaal oplossen. Maar goed, ik wilde jullie wel gewoon vertellen met wat de situatie vannacht was. En niet doen alsof alles lief, leuk en aardig was. Want het was niet een Narts. Nee, het was best wel een beetje stressen. Ja, oh liefie. Doe je rustig aan, hè? Maar goed, we gaan denk ik over een half uurtje gaan we de paarden klaarmaken op buitenrit. En dan checken we even bij de paarden van oké, hebben jullie, willen jullie juist even lekker die energie eruit? Gaan we wat langer buitenritje? Of zijn jullie juist een beetje moe van vannacht? Dan doen we wat korter buitenritje. Dat checken we even bij die paarden. Maar oh, het is verder zo oké. Behalve dat er nu een vliegtuig overkomt. Zo mooi, want kijk nou die bloesempjes allemaal. En dan die kipjes hier op de achtergrond. Echt zo leuk om te zien. En ze hebben hier dus ook een wormenhotel. Ik wil dit. Dit is fantastisch. En als je hem dan open doet, kan je hier dus je groenafval in doen. Oh, en blijkbaar ook wat karton of tenminste wat krantenpapier. En er zitten dus heel veel wormen in. Kijk nou hoe ontzettend leuk dit met al die tekeningen is. En dan staat daar wormenhotel. Oh, daar kunnen ze oude bloemen in. Keukenrol, stukjes karton, eierdoos. Eierschalen, bananenschil, klokhuis, schillen, koffiedik en filter. Jurresten, wortel. Hier zit een worm. Op de achterkant staat niks. Maar als ik het dan goed begrijp, kan je deze dus open doen op een gegeven moment. En dan komt er dus compost uit. Oh ja, die bovenste bak zou dan dus dan compost eruit. En die onderste bak zit dan vocht. En hierin zitten dus echt super veel wormen die dat dan allemaal gaan maken voor je. Hebben jullie door dat daar wormpjes in zitten, kippies? Dat jullie in één keer zo geïnteresseerd hierheen komen. Zo leuk. En je kan dus ook heel veel afval hier zo aan de kippen geven. En nou, zo wordt gewoon gerecycled met van alles en nog wat. Want er moet ook afval gescheiden worden en zo. Maar echt een heerlijk plekje zo hoor. Die vogeltjes die fluiten. Paardjes die daar lekker vredig staan te eten nu. En deze prachtige bloesemboompjes. Ook al staan ze nog niet helemaal in bloei. Maar ook, we hadden dus echt een half uur geleden echt zieke hagel. Echt hard en grote steentjes ook en zo. Dus dat nu het zonnetje schijnt is even genieten en even opladen. Het blijft niet volledig droog vandaag. Of tenminste straks als we gaan buiten rijden waarschijnlijk wat miserbuitjes over ons heen.
Maar nou, het ergste hebben we gehad, denk ik. Ik vind dit ding dus ook zo leuk. Om dat dan zo hier zo in je tuin een beetje te hebben staan. Echt leuk. Ik dacht, ik ga even lekker zijn benen wassen. Voordat ik hier naartoe ging. Ik snap niet waarom ik dacht dat dat een goed idee was. Oh, ik snap niet. Je doet zo goed, hè. Je doet zo braaf. Ja. Nabapop. Tijdens het poetsen en opzadelen zag ik dat Nacho toch best wel een opgetrokken buik had. Dus besloot ik om hem thuis te houden, zodat hij een dagje rust kon krijgen. Op zich niet heel vervelend, want het bleef maar regenen en die andere meiden waren wel op buitenrit gegaan. Nou, we zullen jullie even bijpraten. Eerst mag ik hem eerst in het ding. Moet eerst in het ding. Ja, we zijn nat, dat was ik eigenlijk al zeggen. Nou jongens, zal ik bijpraten? Wij waren lekker, dachten we, lekker op buitenrit. Maar wij kwamen echt in een hagelbui terecht, jongen, dat zeg je u tegen. Dus nu gaan we even kijken waar we nu verder gaan. Maar de paardjes die zijn lekker aan. Laten we het daar maar op houden. Maar goed, ik ga even dit ding weer om mijn helm zetten. Want ik hou dit paard zo niet meer met één hand als ik met dit ding in mijn hand heb. Oeh. Nou, we hebben het naar ons zin, jongens. Oh, dat is echt heftig, jongens. Goed zo, braaf ventje. Oh. Wij gaan even met z'n allen een ijsje halen. Iedereen staat hier en we wilden eigenlijk te paard ijsje halen, want dat kan dus hier. Alleen, we hebben zo'n drukke planning met de paard dat het al niet gaat. IJsbrouwerij Koetje Kaat. Koffiestop, melktap en een cute hondje die daar aan het blaffen is. En wij gaan hier even, want je kan hier ook te paard een ijsje halen. Ja, je kunt te paard een ijsje halen. Je kunt dan langs de bomenrij door het gras daar rijden. Ja, oh, en moet even oppassen waar ik loop. En je kunt ook hier door de poort, maar dan is het lopend. Oh ja. Oh, heel chill. Dan kan je, moet je de paarden gewoon zelf vasthouden, denk ik. Of gewoon hier neerzetten. Hier zo neerzetten. Oh ja, dat is wel handig zo. Hier. Ja. Met een halsertouwtje of zo. Heel leuk. Ik hou van dit soort plekjes. Kijk nou hoe leuk. Zo'n schommeltje. Trampolines. Een klein schattig moestuintje. En hier zo kan je dan ijsjes halen. Oh, dit is leuk. Wij willen ook zoiets voor onze bruiloft doen, hè? Zo'n pallet en dan daar zo de timetable op zetten. Hallo. Hallo. Heel cute. Oh, er zijn allemaal kipjes en ganzen daar. Adorable. Nou, wij maken ijs van onze eigen melkkoeien. We staan nu nog binnen, want het weer laat is helaas niet toe. Oké, succes. Doei. Dan kan je ze zien lopen. Ja, dan kan je ze hiervoor zien lopen. En dan haal ik bij de stalma haal ik de rauwe melk. En dan wordt hier achter een klein keukentje en dan maak ik ijs. Heel leuk. Heel leuk. Ziet er ook heel lekker uit. Oh, wat voor smaken zijn er allemaal? Ik had het er nog niet opgeschreven, maar ik ben net open. Stracciatella. Een yoghurt met kersen. Oreo. Kwark met aardbeien. Witte chocola met framboos. Appeltaart. Hieronder zit een vanille smaak. Oh ja. En dan heb ik aardbeien. En bosvruchten. En dat is een sorbet. Dus dat is zonder melk. Oh ja, lekker. Wat een moeilijke keuze. Ja, hoe warmer het wordt, hoe meer smaak. Ja. En dus, wij zijn de eerste. Ja. In het nieuwe seizoen. Yeah. Goeie oh, lekker jongens. Ja. Oh, koeien vriendinnen. Hey dames. Deze komt bij jullie vandaan. Oh, en de baby's. Ik hou echt van boerderijen. Ik hou van koeien. Hey. Het is allemaal gewoon bruin en wit. Gewoon geen één zwarte. Nee, geen. Oh, daarachter staat een zwarte. Oh ja. Dat is snel gezegd. Kijk ze allemaal chillen. Hij is aan het schoonmaken voor ons, zodat wij er met onze goede schoenen overheen kunnen lopen. Mogen we er doorheen? Oké, jongens. Ik heb ook mijn goede jas aan. Even kijken. Hallo dames, ben je dus vasthouden? Ja. Even kijken bij de melkrobot. Loen is aan het bonden met een koe.
Oh, dat helemaal niet meer aardig. Je hebt hem gepest. Nou, lief, voetjes. Echt zielig, als in datzelfde met al onze paarden. Dat ze gewoon nog steeds niet bij kunnen, omdat het gewoon veel te nat is. Deze lijkt een beetje op mij als ik pluisjes heb. Kuifje. Babyhaar. Ja, babyhaar. We zitten weer terug in de auto. Of nou ja, we zitten, maar ik zit wel in mijn eentje. Want vandaag staat ook Cavaluna op het programma. Daar hebben we natuurlijk ook een fijne samenwerking mee. En ik ga daar alvast heen, want ik moet eerder zijn dan de rest. Omdat ik daar ook meet en greets moet geven. En we moeten toch met twee auto's erheen, want we zijn met z'n zessen. Dat past er niet in één auto. Dus dan ga ik alvast die kant op. Dan heb ik alvast een meet en greets. En dan sluit de rest van de meiden sluit daarna aan. Dus dat gaan we ook nog vandaag doen. Mega veel zin in om daar lekker warm te gaan zitten. Want het is gewoon echt balen dat dit weekend heel slecht weer is. Lekker warm daar te gaan zitten en weer van de prachtige show van Cavaluna te genieten. Daphne en ik moesten dus iets eerder aanwezig zijn, omdat wij dus van tevoren een meet and greet hadden. Dus, want je hebt dus altijd een middagshow en een avondshow. Dus na de middagshow hadden wij een meet and greet. En toen konden wij zelf nog eventjes eten. En dan voor de avondshow hadden we ook nog eventjes een meet and greet. En nou, we hadden ook zo'n VIP-arrangement. Dus dan kon je zo'n leuke fotootjes kon je maken. En ik had even de camera neergezet. Want het was gewoon heel erg gezellig. Want echt zoveel mensen die naar de meet and greet kwamen. Echt niet normaal. We hebben zo lang gestaan. Maar echt zo leuk om iedereen weer te ontmoeten. En daarna naar de show te kijken. Ja, feest bij de meet and greet volgens mij. Ja, feest bij de meet and greet. Wij zijn aangekomen bij Cavaluna. Kijk, Dena is er trouwens ook. Hallo. Ja. Wij zijn hier lekker aan het eten. Lekker. En straks gaan we naar de show. Leuk. Hallo. Hallo. Ik denk dat het inderdaad niks zat is. Ja, ik voel me echt een kind van vier. Het is lekker. Het is lekker. Vroeger vond ik dat niet lekker, maar nu dus wel. Ze hebben daarachter hebben zo'n kidscorner, daar kon je allemaal snoepjes pakken. Ze hebben nog wat spekjes in slaap voor het station. Ja, is toch gewoon lekker. En verder kregen we van die torentjes, dat was echt leuk. Oh, en we hebben goodie bags, dus dat is pennies gekregen. Ik weet het niet, ik denk niet dat iemand dit gefilmd heeft. Ja, heb ik gefilmd. Oh. We'll be right back.
Wij zijn weer terug. Het is ondertussen... Lot schrok van mij. Het is 11 en 12 ongeveer. Superleuk gehad bij Cavaluna. Lot, wat vond jij ervan? Jij bent nog nooit geweest, of wel? Jawel. Twee jaar terug... Nee, ik denk langer. Een paar jaar terug ben ik ook weer gegaan. Mm-hmm. Maar ik vond het echt leuk. Verhaallijntje. Het was weer natuurlijk een nieuw verhaal. En die shows die blijven gewoon echt mega vet. En er was nu echt een hele leuke ezel bij. Dat was mijn favoriete act deze keer. Paars heeft lekker eten gegeven. Staan er rustig bij. Alles staat rustig. Deze avond moet goed komen. Deze avond moet goed komen. Ik sluit bij deze de eerste vlog van dit chaotische weekendje af. En ik zie jullie heel graag bij de volgende vlog. En dan ga je dag 3 en 4 zien. Morgen heb ik dus clinic met Narch. Aan de ene kant mega veel zin in. Aan de andere kant... door alles wat er eigenlijk gisteren of afgelopen nacht is gebeurd, heeft hij toch wel wat stress gehad. Waardoor hij eet wel goed, maar hij heeft waarschijnlijk toen die volledige nacht gewoon bijna niet gegeten. Waardoor hij een beetje opgetrokken buik heeft. En dat vind ik altijd natuurlijk ten eerste sneu voor hem. Maar ja, ik moet morgen ook wel clinic met hem rijden. En ja, dat zou ik natuurlijk niet zo leuk vinden als die dat dan heeft voor hem. Maar ook dat iedereen dan dat natuurlijk ziet en denkt, oh, wat is die dun, weet je wel. Hij is natuurlijk al... moeilijk aan te komen. Maar nu zit het gewoon allemaal even tegen. En dan is het natuurlijk allemaal nog minder handig. Maar goed, nogmaals bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!